Zonder dat het zo vlug weg is. Als u pak een week terug, 30 graden. Nu de temperatuur 18 graden. Thank you.
niet op. Goed zo. Ja, ja, goed zo. Ik zal het aan denken, hè. Die foto, ja, dames en heren, het is weer in Gulpen. Je ziet het, dames en heren. Ze hebben niet goed gebid. Ze gaan in de kerk en ze bidden niet, dames en heren. Triestig beeld in Gulpen. Je ziet het treurig beeld in Gulpen hier. Daar staat nog een oude Gulpenaar. Daar staat nog een Gulpenaar in Po. Dat is Jo Zavelberg uit Zweek. Ja, jong. Slecht weer, joh. Daar staat het comité van de Gulpenaar. Je ziet het slecht weer, dames en heren. Maar toch nog altijd een vrolijke zegen, een glimlach, dan meer vluggen. Kijk eens. Laten we de moed erin houden. En mevrouw, gaat het zo? Ja. Ja, Annetje was beter geweest. Goed zo. Nog niet. Dank je. Nee, goed niks. Dank je. Alles is schoon. Is dat die mevrouw, hè? Die schoonheid. Dat heb je op de film gezet, hè? Dan kom je aan zo'n knappe vrouw, man. Dat had er toch niks met te maken, of goed zo. Als gulpen dialect. Ik zou zeggen, jongens, dat zien ze. Oh ja. Hoi. Goedemorgen samen. Je kunt iets smaken eten. Goed zo. Dank u wel. Dochter Hoornaaf, zei je het. Of niet, jong. Dochter Hoornaaf, vindt ze eens. Toch het slechte weer, nog altijd een glimlach. Kijk eens hier, kijk eens hier. Laat die smaken, meneer. Ja. Goed zo. Tot links van de middag, ja. Daarom die mevrouw Overdijk, kijk eens van glimlach, dames en heren. De gemeente lacht nog vandaag, met slechte weer. Kijk eens hier. Zo. Mag ik wel aan de thuis komen? Ja, ga niet gaan. Wat is jouw jongens, maar lachen, hè. Hallo. Hou je pennen, Jorgen? Ik wil het niet hebben. Weer een glimlach van meneer hier. Ja. Meneer, mag ik een kop koffie van u? Van die Belgische koffie? Goed, dank u wel. Het gaat u goed, meneer. Maar wanneer weet u? Ja, je kunt gewoon... Ja. Kijk eens hier. Kijk eens, die mevrouw die lacht. Die mevrouw lacht. Ja, geweldig. Hoor. Goedendag, samen. Dag, goedendag. Ach, toen neer, dan kan ik de eerste vliegen. Wat is? Zag, ik weet wat hij doet. Dankjewel. Zag, ik heb maar nog voor de gebeurd. Hè? Nee, we gaan dadelijk. Hoi. Wat is het? Echt gezellig. Je kunt zich binnen zetten. Ja. Alles kent ze begin ik voor mijn pak. Ik maak deel 3 vooruit. Ja?
pas vrouw, hè. Je ziet, het is nog recht de zon in de lucht. Nou, we hebben het slechte weer, wat we hier hebben. Is het nog goed gevolgd? Ja, we zijn nog eens hier. Smakelijk eten, hè? Dank je. Willekeur naar de televisie. Je ziet het, dames en heren. Je ziet zelf het slechte weer in Gulpen. Toch nog goed bezorgd en gezellig. Deze mevrouw lag ook hier. Je ziet het. Die meneer lag niet. Dat is zwaar, maar goed. Dat is meneer Lemmers. Ja, als je hier niks krijgt. Ik krijg thuis niks te eten, mevrouw. Ja, ik denk het ook wel. Ziet u dat? Het is jammer van het weer. Ja, het is jammer. Je ziet Gulpen. Maar we doen de beste zondag en dan gaan we in de café. Ik heb ook een. Ja, kijk eens die glimlach van die mevrouw. Je ziet het zelf, het is een lachenheid, het vriendelijk. Oh, het slechte weer in Gulpen is. Ze staan in de rij daarachter, dus het afhalen van het ontbijt. We kunnen de rij langs lopen. Dat ziet u. Gaat nog goed. Die meneer lag ook. Zo. Ja, dat is ook nog niet verder. Ik heb nog een cognac. Cognac. Je ziet zelf dat Gulpen nog, nou we aan het slechte weer goed bezorgd is. De mensen lachen nog altijd hier in Gulpen, dames en heren. U ziet het zelf. Kijk, we zijn hier bij de schoenenbendemakers. Dat is zoon, vader en zoon. Die verkopen dus hier schoenen in de Dorpstraat in Gulpen. Die lagen ook met slechte weer. U ziet dat ieder plekje uitgebucht wordt voor het droog zitten van het ontbijt. Je moet wel bidden voor goed weer. Ja. Huh? Zo, dat helpt wel. Ja, dat helpt zeker.
gulden. Warm en stil. Stil is het hart, maar waarom niet? Warm en stil. Heerlijk. Stil is het nog, maar waarom is het ook niet? Vloes los maken. Moet kunnen. Ja, het is triestig, jongens en gulpen. Triestig weer, hè. Mensen lachen wel, maar het is toch niet leuk. Ik maak het toch niet leuk. Ik heb het gisteren al gekocht. Kijk, gisteren het woord. Goed. En weer zo'n lekker gulpen op bier, dames en heren. Wat zeg daar? Nee, dank. Nee. Laat dat eens gezien wel dubbel. Sorry. Ik weet dat met wij ook, hè. Wat? Computers met een voorsprong van 5 minuten en 50 seconden. Hij heeft in de algemene rangschikking slechts een achterstand van zo'n 1 minuut en 39 seconden. Dat betekent dat hij dus duidelijk op dit moment aan de leiding gaat. Hij is de virtuele leider in de profronde van Nederland, de Grote Prijs Goudland. Wat is er al gebeurd sinds wij om 11 uur op de markt in Maastricht zijn vertrokken? Nou, dat zal ik proberen, dames en heren, aan u te melden. Natuurlijk hebben wij de nodige activiteiten gehad, want de mannen zijn vertrokken, de mannen zijn op pad gegaan. En we hadden al kort na het begin van de strijd, dames en heren, hadden wij de Slingerberg te verteren.
telde mee voor het B-klassement. Daar kwam als eerste boven de toen reeds ontsnapte Peter Huygen voor Yvon Madiot. En op de derde plaats Gerrit de Vries. Op het Aztec-circuit hadden wij de sprint van Kerken. De tussensprint van Kerken, dames en heren. We hebben dadelijk hier een volgende tussensprint van Kerken voor u te verteren. Dus ik weet niet of onze... Kees Kikker nog iets kan regelen. We dadelijk hier de tussensprint van Kerken op de streep. Op de afsteek hadden wij dus de tussensprint voor het klassement Kerken voor de geel-witte trui. Met Peter Huygen op de eerste plaats pakte 5 punten. Alain van de Bossen van TVM pakte 3 punten. John van de Akker van PDM pakte 1 punt. Verder hadden wij, dames en heren, natuurlijk de vraag, dames en heren, nog voor de eerste beklimming. Er gaat van alles gebeuren. Peter Huygen, dames en heren, in Hoensbroek 2 minuten en 15 seconden. In Voerendaal 4 minuten. In Ubaksberg 5 minuten en 5 seconden. En in IJs 5 minuten 50. We hebben inmiddels ook de demarrage gezien, dames en heren, van Nico Verhoeven uit de peloton. Fantastisch applaus zullen begroeten, want hier dadelijk in het hulp gaat doorkomen. Goed, Ton Vissers natuurlijk, hartelijk welkom, dames en heren. Bekende wielergigant van vroeger en momenteel heeft hij nog een flinke de eerste vrijdag na afloop van de Ronde van Frankrijk. Zo goed gezegd, hè? Heel goed. Zijn er nog een van Peter Huygen, de enige echte koploper. En het geluid wordt hier verzorgd door Chris Gelissen. Goed, Eif Blokker, hartelijk welkom hier, Gulpen. Eif, goedemiddag. De voorsprong van Peter Huygen loopt terug tot 4 minuten en 15 seconden in de beklimming. En duidelijk in de moeilijkheden. De Vulpende Berg, die we vandaag nog een aantal keer moeten gaan vertieren. Dames en heren, de absolute kuitenbijten. Geluid wordt hier in Gulpen natuurlijk verzorgd door Gerissen. Gerissen uit Eumont. Mensen op de tribune alsjeblieft een beetje doorschuiven naar rechts. Alsjeblieft de mensen op de tribune een beetje doorschuiven naar rechts. We gaan hier de glaswagen krijgen van de Telegraaf met Jay Delmoy. De man met de blotte babbel, dames en heren. Die natuurlijk al een aantal Limburgse zwaaien onderweg heeft gekregen. Heeft uitgebreid genoten. Kijk, hier onze minister van de Hartland, dames en heren. Uit de charmante verschijning. Leuke zwaaien in de kansen via de groepen. Ah, monsieur, een heel periode. Kijk dus hier zo meteen in de Kerker sprint begroeten Jan Kruijsen. De man in de wagen van Terberg Leasing. Terberg Leasing. En Houtman, doe het zelf, zaken. Gaan hier in de passage kijken van de koploper met een fantastisch applaus. Peter Huygen, dat hier allemaal 5 punten. Van aan de leiding.
vragen van Teleflex, vragen van Bugler, vragen van de organisatie, de mensen van de schrijvende pers. En volgen we allemaal de deze de laatste beslissende stemming in de Ronde van Nederland. Van het donder is aan de bewimming van de Guldenberg begonnen. En op zijn schouders, Jelle Nijdam. Ik kan even zeggen, dames en heren, dat Campina is dat dat zeer speciaal is. 9 nieuwe verrassende ijscreaties, stuk voor stuk raakjes maken van Campina. Azito, de uitblinkers in schoonmaak en onderhoud, uw partner in dienstverlening, Azito. En verder, als u prijs op de kwaliteit de keuze bepaalt, bent u beter uit onderweg met Wegenbouw Limburg. Want uw kwaliteit voor uw geld, let dan met reparatie in dienst, elektropleuming, pompen aan de Dokstraat nummer 30. En gaat u bouwen, verbouwen of klussen in huis, Brouwers BV, u hoort bij elk karwei. Klassement van Kerken, 3-2, nog 3 en 1 punten voor de tweede en derde punten voor de man. Krijg je de afstanding aan de wedstrijd van Jean-Paul van Poppel, nummer 30. Krijg je de achtervolging hier, met de aanleiding Søren Leeuwen. Zullen we nu ook bij de Johan Kapion? Zij pakken de punten, wij gaan weer naar de volgende sprint. Ik kom tot straks. Ja, dat is toch een voordeel.
Lekkere foto. Afgemingen stoel. Lekker Gerritje, hè? Lekker dan. Ja, meteen wel al een uur. Beetje pen? Ja. Zeg al goed. Heb ik het er al? Je hebt nog de batterie leeg. Hij is nog precies staan we zo maken. Hé joh, daar willen we te weinig voor betalen voor. Ja, dat is het. Nee, we hebben toch wel een beetje leeg. Waar ben je zo lood haast heb ik al gepleegd? Dit was warm en stil.
maar een dig. Ach ja. Ik heb het gezien. Ik heb het pand was erop gekomen. Zolang is me wakker worden. Ja,
Wie gesagt, doch, hier ist doch Bransbier. Warte. Ich kann nicht mehr. Ich kann noch mal Bransbier. Ich kann noch mal Bransbier. Ich kann noch mal Bransbier. Thank you.
Hallo, iets meer gezelligheid. Laat iemand de kans. Ja, ik heb nooit een film. Kunnen we de film natuurlijk gaan zien? Ja, daar is een persoon even in de Gunnenbron. Jan Kronenberg. Die schijnt mij even de bonnen voor een potje bier te verzamelen. Ik dank je, meneer Kronenberg. Dankzij het filmcomité, hè? Ja, die dank je. Mooi, dankjewel. Dat heeft de mooie zin. Thank you.
toen ik jou daar zag in dat bruine café. Wisten wij, hoorden wij elkaar. Ik vroeg jou mee uit in dat bruine café. En nu zijn wij nog steeds een paar. En nu zijn wij nog steeds een paar. Ja, met z'n beter. Kom maar, Sjan. Kan je zien. Hé, geen Nick, hè? Ah, Jim, alles goed? Hallo, maar wat, met jou ook? Ja, ja, maar ja, dat is niet. Nee, ik heb hier pas. Nee, ik heb hier pas. Ik heb hier pas. Wat heb je dit? Thank you.
Dus dan ging Erik Brugge in dat gevoel in dag zeggen, maar natuurlijk heeft een fluitje heeft gereageerd door Jelle Nijland, wil niet laten begaan. Hier komen we nog van de TVM verder. Het werk wordt er een beetje heen gegooid, dames en heren. De proefronde van Nederland tot de grote prijshoudlaan, die staat op ontploffen. Hele mooie ontsnapping, dames en heren. De drie koplopen, Solleveld hier in achtervolging. 28 seconden voorsprong. Via
Wij komen weer naar de Gulpenberg. En komen de renners hier straks voor de derde keer door. Dan hebben ze op dat moment nog 6. Ik wil er nou zien dat we de kerkensprint hier met Peter Huygens, Søren Nyholt en Johan Capiot hadden. Maar de volgende kerkensprint bij Meer, dames en heren. En bij Meer ging de overwinning naar onze vriend Peter Huygens voor Johan Capiot en Søren Nyholt. Bij de afmelders uit de wedstrijd, onder andere de witte trui van Jackie Durand. Dat is onder deze omstandigheden natuurlijk een fantastische prestatie. Op de kuttenwerk van Steven Rotsat, hier te door. Hij is nog even niet de weg bij de winter zijn geweest. De passage van de rugnamen kijken. Dan zie je dat op de kuttenwerk Steven Rotsat, eerste doorgang voor Søren Nyholt, voor Nico Verhoeven. En in de afdaling, dames en heren, terwijl het peloton inmiddels in 4 brokken wat gevallen, komt Ruud Besson binnen met zijn reclamekar van Eduard van der Vliet-Berg-Riesing. De wagen van Aquaplan. De wagen van Huisland. Alles wordt hier op de juiste plaats weggezet, hier in Zulpen. Ik meld dan weer dat in de afdaling van de Keuzeberg het spektakel natuurlijk even rond. Met Nico Verhoeven, met Erik van Aarde, Johan Kajot, gingen daar de weg. De wedstrijd voor hier bij de 165 Houtland-Winkels, dames en heren. Doet een race niet bij Houtland. Even wat voor tegen de rust, dat kan met Hugo. Derde Riesing met diverse auto's hier in de wedstrijd. Dit is toch een berg, meer kleur te geven aan uw woning. Dat is de dit op de Gulpenberg. Met Kajot als eerste man die naar boven kwam voor Nico Verhoeven en Erik van der Aarde. Akai, audio en video. We moesten hier van Akai hier aanwezig. De ANWB Degelak. De voorstel van de kopbalbos in de programma van Nederland. Voor Erik van der Aarde, Nico Verhoeven. En zijn gabber die meegegaan is nou weer in deze ontsnapping. Natuurlijk die enige echte en hardvechtende Johan Kajot. Die inmiddels uitgevoerd op 50 seconden. Ze zijn de wagens van Kerken, Kerken reinigingssystemen. Kerken reinigingssystemen. Dat is ook van doe het zelf in sanitaire en elektriciteit. Easy sanitaire en easy electric. Goed gedeeld hier in Jus Kruijf, die onder de kunie op jou inmiddels al een microfoon ter hand heeft gesteld. Kijk op de fles. En dan voelen we ons vandaag hier aan de weer onder de van Delta Trick, die hier gaat lopen. Dan blij dat je er bent. Dan is het wat harder alsjeblieft. Scandia, wat gemeenschap, natuurlijk ook een geweldige sponsor. Ja, zo gaat het goed met Willem. Scandia, de hele week met ons mee, was van de week ook dat sponsor. De crossover in Nederland. En dat jullie de eerste al zoveel keer gezien de wagens van Houtland. Win een rissing weer Houtland, 175 minuten. En daar gaat het goed met een hele mooie dame van de Graven uit Oosterhout. De Zwangel, Gitten en Leijmen. Minuten gerekend, en gaan we eens kijken. Bij de keuken van Blankeuken, die is maar bij. Daar wilde ik, hier passage van volgende dieren. Dus wat zijn de camping. Wat is dit voor moois? Vooral Dorado, het recreatiepark. Vooral Dorado, hier in Stoppen. Kapko, hoe ik dat techniek uit Attenburg. Achtervolgend, opdrachten van Rinema. Die altijd onze reclamebeleid heeft gebeurd. In het schitterende Limburgse land
Dat is ook niet niks. Nu zit net een beetje de bus in. Allemaal een mooie hoek op voor de rekening van Hakman. Alle fiets zitten weer aan de caviar en aan de stal. We gaan ons ook maar eens bij schaar en weg. En een maandje willen meepikken. En vorkje willen meeprikken, zoals dat heet. Het zal goed verzorgd hier. Bij volgende bieren. Ik heb ook nu begrepen dat de collega Jan Rietman met zijn programma Typisch Hollands daar in de. Vandaag werd gewonnen door Eddy Schuurer, maar de oranje trui die Nijdam al sinds de proloog in Groningen droeg, kwam in het heuvelachtige parcours tussen Maastricht en Gulpen niet in gevaar. Gewonnen door Jelle Nijdam, de renner uit de ploeg Raas, heeft de oranje leiderstrui gedragen vanaf de proloog, afgelopen maandag in Groningen, tot aan de finish vandaag in Gulpen. De laatste etappe ging over 172 kilometer door de Limburgse heuvels van Maastricht naar Gulpen. Het zou zwaar worden voor Nijdam, zo wordt verwacht, omdat Erik Breukink, een betere klimmer, in het algemeen klassement maar een achterstand had van 25 seconden. Maar Nijdam zat in de laatste etappe in een kopgroepje van 17 man, met daarin alle favorieten voor de eindzege. De laatste etappe werd in de sprint beslist. Eddy Schuurer van de ploeg Priem won de sprint voor Raap en Verhoeven. De 30ste profronde van Nederland was dus voor Jelle Nijdam. Jelle Nijdam, de renner uit de ploeg van Raas, heeft de oranje leiderstrui gedragen van de proloog maandag in Groningen tot de finish vandaag in Gulpen. De laatste etappe ging door de heuvels in Zuid-Limburg van Maastricht naar Gulpen over 172 kilometer. Het zou zwaar worden voor Nijdam, zo werd verwacht, omdat Erik Breukink als betere klimmer maar 25 seconden achterstond in het algemeen klassement. Maar Nijdam eindigde in de laatste etappe in een kopgroep met alle favorieten voor de eindoverwinning. Eddy Schuurer van de ploeg Priem won voor Raap en Verhoeven, de laatste etappe. Jelle Nijdam ging ook juichend over de eindstreep, want hij was in het Limburgse heuvelland overeind gebleven. Een nummer wat je zeker wordt onthouden, een nummer wat vooral spelen in de Rode Hal in Kerkrade op het internationale Monika-treffen, waar ook de Mergelander Boemen uitgenodigd zijn. Groep uit Joegoslavië, Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland. Ook de Mergelander Boemen uit Nederland spelen terug in de Rode Hal te Kerkrade. Daar kunt je allemaal naartoe komen. Een avond van allure in Altendorf. Thank you.
Ja? Zwoon! Ja, der Zillertaler Hochzeitsmarsch. En hoe de dans wordt verzekerd.
dames en heren, even een drankje nuttig eigenlijk over truc met winnaar Stimon. De Ronde van Nederland verreden. Wij gingen kijken of Jelle Nijdam zijn oranje leiderstrui tijdens deze laatste etappe kon behouden. De zesde en laatste etappe in de profronde van Nederland met deze man in de oranje leiderstrui, Jelle Nijdam. 172 kilometer van Maastricht naar Gulpen. En u begrijpt, dat gaat gepaard met heel wat heuveltjes waarvan er verschillende diverse keren genomen moeten worden. De koninginnenrit in de Limburgse Alpen die de beslissing moet brengen. Dit is Peter Huigen, een Belg die al na 5 kilometer aan de haal gaat. De nummer 41 van het algemeen klassement met een achterstand van 1 minuut en 38 seconden op Jelle Nijdam. Peter Huigen, nog steeds aan de leiding. En in Aalbeek na 25 kilometer is zijn voorsprong 1 minuut en 35 seconden, terwijl hij een achterstand heeft op Jelle Nijdam van 1 minuut 38. Nog 3 seconden is hij van die oranje trui af. Maar zijn voorsprong loopt snel op. 10 kilometer verder in Voerendaal is zijn voorsprong al 4 minuten, want het peloton doet het kalm aan. Wieberen Veenstra in beeld, de winnaar van afgelopen woensdag in Dordrecht. Hij behaalde 2 etappenoverwinningen tot nu toe. En uiteindelijk zou zijn voorsprong oplopen naar 51 kilometer tot 5 minuten en 50 seconden. Maar u ziet het al aan zijn gelaatsuitdrukking. Erg veel vertrouwen heeft Peter Huigen er niet in. Zijn gelaat is getekend. Hij heeft het moeilijk. Deze twee zetten de achtervolging in. Ampler en Erik van der Aarde. Nou, deze mensen zijn ook gevaarlijk voor het algemeen klassement. Van der Aarde staat 7e in datzelfde algemeen klassement. En Ampler 10e en hebben ook nog steeds kans om die profronde van Nederland te winnen. Hevig geklommen moet er af en toe worden. Vandaar dat ook die beslissing hier moet vallen. We gaan stemmen op om die slotetappe die nu in Limburg wordt verreden niet meer in het Limburgse land te houden, zodat het klassement eerder gemaakt wordt in deze profronde, dus dat de Limburgse rit eerder in de week wordt verreden. Peter Huigen, eenzaam op kop, nog steeds aan de leiding, zijn voorsprong schommelt nu rond de 2 minuten en dat blijft het ook. En dit is Jelle Nijdam die een lekke band heeft, maar dankzij Marco van der Hulst weer wordt teruggebracht bij het peloton. Dat is na 102 kilometer. En dit is dan Peter Huigen. Hij heeft in ieder geval zijn best gedaan voor de sponsor. Na 115 kilometer op de Keutenberg wordt hij ingelopen door het voltallige peloton. Een solo van 110 kilometer. En het is Johan Capiot die meteen demareert. De man van de ploeg van Kees Priem. Een ploeg die nog niet veel succes heeft geboekt. Het hele seizoen eigenlijk al teleurstellend presteert. Renners zijn ook niet allemaal even tevreden met Kees Priem. Nijdam bekijkt het allemaal. Ziet daar nog geen gevaar in. Kees Priem, die ook wat kritiek te verduren kreeg van Eddy Schuurer, die gisteren bij de tijdrit zijn stuur zelf erop moest monteren. En uiteindelijk 5e werd, maar tot de ontdekking kwam dat hij een verkeerd stuur had en daar ook nog met zijn knie tegenaan botste. Capiot heeft inmiddels 2 medevluchters gekregen. Nico Verhoeven in de rode trui. De trui van het bergklassement. En Erik van der Aarde, die Jelle Nijdam vandaag trouw als een hond diende. Al zijn eigen belangen wegcijferde en attent meereed. En ook Johan Capiot komt niet weg bij deze twee. Hij probeert het wel, probeert natuurlijk een dag succes veilig te stellen voor de ploeg van Kees Priem. En dat hebben ze hard nodig. Dan gaat Nico Verhoeven zelf, de bergkoning. Voor zover je in de profronde van Nederland van een bergkoning kan spreken. Maar dit soort heuveltjes kan hij aardig aan en hij pakt 100, 200 meter op zijn medevluchters. Nico Verhoeven gepasseerd voor het wereldkampioenschap. Hij wil zijn gelijk hier tonen. Een wereldkampioenschap wielrennen waar bijvoorbeeld Jelle Nijdam niet aan meedoet, omdat hij het parcours te heuvelachtig vindt. Van der Aarde als een speer naar beneden met Capiot in zijn wiel. Die kan hem ternauwernood bijhouden. En het is glad, was slecht weer in Zuid-Limburg. En Capiot die merkt dat hier aan een lijve. En denkt via het stoepje een snellere route gevonden te hebben. Maar ziet Van der Aarde dan 30, 40 meter voor hem rijden. Op jacht naar Nico Verhoeven. Steven Rooks. De man die in vorm is gekomen tijdens deze profronde. Marcel Arns aan zijn wiel van de ploeg Stuttgart. En zijn ploeggenoot Ralf Moorman kreeg tijdens deze ronde de prijs voor de strijdlustigste renner. En Nico Verhoeven ziet het al. Het peloton, althans wat daarvan over is gebleven, loopt hem in.
En dan hebben we nog ruim 20 kilometer te rijden naar de finish in Gulpen. Een finish die 4 keer gepasseerd moest worden. En dit is dan de laatste doorkomst in Gulpen. Dan is er nog 16 kilometer te rijden. En wie zien we daar? Steven Rooks. Hij demareert op de streep met nog exact 1 ronde af te leggen van 16 kilometer. Op weg naar de laatste grote bult in het parcours, de koning van Spanje. Daar probeert hij zijn slag te slaan. Zijn achterstand is 46 seconden op Jelle Nijdam. En het is nu of nooit voor Steven Rooks. Jelle Nijdam kijkt een beetje vertwijfeld achterom, want van zijn ploegmaten is niemand meer over op dit moment. Hij moet het helemaal alleen doen in die achtervolgende groep. En er zit natuurlijk niemand bij die hem graag wil helpen. Of het zou Erik Breukink moeten zijn, die ook nog kans heeft. Nijdam kijkt nogmaals om. De man die hem zou moeten helpen is Erik van der Aarde. Maar die rijdt 1,5 minuut achter hem. En het is dan nog maar de vraag of hij erbij kan komen. Steven Rooks heeft dan inmiddels gezelschap gekregen van de Fransman Gérard Huet. En een voorsprong opgebouwd van 15 seconden. Maar wel op mannen als Thierry Marie, Erik Breukink, Oer Raap, Nico Verhoeven, de door Atle Qualtvol, Erik van der Aarde, Eddy Schuurer, Roland Leclerc en Søren Lierholt en natuurlijk Jelle Nijdam. Hij laat niet los en hij heeft weer hulp van de ploegmakker. Deze man, Erik van der Aarde, die vecht voor wat hij waard is en met succes. Steven Rooks en Gérard Huet worden ingelopen en dan is er nog maar zo'n 10 kilometer te rijden. Atle Qualtvol, de Noord op kop, van der Aarde, Nijdam, de trein is op gang en het tempo ligt erg hoog en dan kan bijna de overwinning hem niet meer ontgaan. We zijn al in de straten van Gulpen, de sprint, de eindsprint, wie gaat het worden? Nijdam heeft te veel krachten gegeven, maar juist al voor zijn eindoverwinning. Eddy Schuurer is de man die deze laatste etappe, deze koninginnenrit van Maastricht naar Gulpen wint. Eddy Schuurer die vorig jaar bijna de ronde op zijn naam bracht, maar toen vergat dat er nog een bonificatiesprint was. Hij neemt revanche op zijn ploegleider en op zichzelf. Jelle Nijdam juist, 1 ronde eerder keek hij nog vertwijfeld om. Ja, ik was natuurlijk bang. Kijk, ik had om de beurt te gaan demareren. Ja, dan zitten er 2 naar elkaar te kijken en de derde gaat er mee heen. En dat moet ik niet hebben. Ik moet gewoon iemand nog hebben bij me die, die op kop ging rijden. En dan zou het laatste 10 kilometer wel lukken, denk ik, want het was niet zwaar meer op plaats. We hebben gewoon op kop zitten rijden en ja, het was geen probleem. Was je niet bang dat een Rooks en een Breukink in die laatste fase om beurten zouden gaan demareren om je uit te putten? Ja, Rooks en Breukink zijn natuurlijk ook niet in dezelfde ploeg. Dus er wordt toch naar elkaar gekeken. Als Rooks gaat, dan blijft Breukink en ik zitten en andersom ook. En ja, het is natuurlijk, er rijdt er dan eentje weg. Het is gewoon normaal. En ja, om beurten demareren, natuurlijk gebeuren, om demareren op de beurten. Maar ja, dus, Breukink sprong er nog naartoe naar, naar Rooks en Huet. Maar die bleef hangen. En toen kwam hij het gat dichtbij en kon er ook zijn Huet laten hangen op 10 seconden, 15 seconden. Toen zat in de knip? Toen zat in de knip. Waarom rij jij het wereldkampioen zo goed? Nou, ik heb het parcours gezien en dat is echt een parcours voor klimmers. Het is 2-3 kilometer bergop en dan weer bergaf. Daarna zit je weer voor een berg. Dat is niet op mijn lijf geschreven en ik heb niet zin om daar naartoe te gaan om 500 meter te rijden. Daarvoor ben ik te veel winnaarstype. Het winnaarstype Jelle Nijdam, de uitslag van vandaag. Eddy Schuurer wint. Voor de Oost-Duitser Oer Raap, derde Nico Verhoeven, vierde Søren Lierholt de Deen en vijfde Steven Rooks. Het eindklassement van de profronde van Nederland. Jelle Nijdam wint voor Erik Breukink, derde Thierry Marie, vierde Steven Rooks. Oh, Willy. Jullie en Jolanda. Adio. Ja, joh. Dat gaat. Ik ben zo druk om het even te kijken. Ik ga het uit. Met de dag, dan ben ik er. Adi, weet ik.
Ja, dat is goed. Ik heb een snelle. Ik heb zijn kaas gehad. Mooie auto erop. Oh, dat moet vallen, hè?
Ewiges Haus
Dames en heren.
Minder wit vast in binnen. Allee joh, mij.
de beginnenmiddag. Ja, ik heb dat nu. Is dat nu? Dat ik u dan ook bekend kan maken wie de prijs gewonnen hebben. Hier nog even in naast mijn vader de namen van die 30 winkeliers aan wie wij zoveel te danken hebben. Dat is geween Slijterijden Gulden, Vliegen Woning Inrichting, Kat en Wijn Specialist, Groentier, Bert Bakkerijen, Bloemenfabriek de Trumpke, Slagerij Holman,
buiten. Dames en heren, vergeet ook hier, ganz langsam op die Uhr van Seesa. Met Pfeffer und Salz, Batscherdorfel en Rensland Fest Polka.